Ik ben Mark en ik ben de vraag weer terug met True Crunch. Vorige aflevering zijn we hier gebleven en we hebben hier nu de mogelijkheid om een katapult te maken, volgens mij. Ik ga even kijken. En het is een katapult, ja. En volgens mij moet ik aan de linkerkant waarschijnlijk precies hetzelfde gaan doen. Ik ben even een beetje kwijt waar ik ook alweer gebleven was. Want ik ben nu op het tweede eiland, volgens mij nog steeds. Maar ik weet niet precies hoe het zit met mijn... De portals, volgens mij moet ik die aan beide kanten nog wel steeds lopen. Dus ik weet ook niet precies wat dat kistje doet daar links van de boot. Maar ja, dat zal wel goed moeten komen. Oké, die heeft ook wel een beetje geld. Dat is mooi. Oké, dat is al het geld wat ik nu in een boot heb gestoken. Oké, dan gaan er ook weer een aantal naar rechts. Misschien dat er daar ook nog een beetje geld is. We moeten ook nog een aantal mannetjes hebben voor de speer. Dat is ook wel handig. We hebben een mannetje met speer nodig en een bulder vind ik ook nog wel handig om te hebben. Er zit er natuurlijk nog eentje bij de katapult. Dus die kan zelf nu niet veel mee doen. Oké, de hond zegt dat er wat aankomt. We gaan gewoon weer even terug. Dan wordt het al donker, dus. Kunnen we nog in iets handigs gaan investeren? Twee boulders, denk ik. De rest speermannetjes of zo. Okay, we hebben sowieso nog 4 bouwmannetjes. Dat is in principe nog wel redelijk. Maar daar hebben we er zo dadelijk 2 bij. Maar ik moet ook eigenlijk aan de linkerkant hebben. Ik heb even een katapult nodig. Zodat we daar ook gewoon weer schade richten. Oké, ik kan nu wel naar buiten. Dan gaan we even wat mannetjes recruiten aan de rechterkant, zodat we wat meer bulders krijgen. Dan kunnen we daar nou door naar de linkerkant. Oké, hier is het kampje. En het is dag 10. Dat valt al wel mee. Zo, even gas eten en dan gaan we weer verder. Oh, hè? Kom jij dan vandaan? Het zal wel. Misschien was hij wel bestolen van de coin. Dat kan. Ik ga nog serieus hier geld in geven. Wauw, dus dan krijg ik vandaag ook nog helemaal geen coins. Leuk. Oké, even naar buiten, naar deze kant toe. Even kijken of er toevallig nog een... Ja, er zit sowieso volgens mij aan deze kant wel een kampje. Die we ook nog... Oh ja, hier zit ook een... portal. Oh nee, deze zit helemaal daar. Dat is niet echt standig. Maar aan de andere kant zit hij toch nog wel voor de gate.
En hier zit hij al achter de gate. Oké, die heeft ook weer wat coins. Jullie nog? Nee. Er zijn alweer een aantal onderdeeltjes. Zal ze aan deze kant nog wel heel wat coins moeten hebben, denk ik. Maar we gaan het zien. Als het nu die nacht wordt, dan zien we vanzelf hoeveel ze nou eigenlijk precies binnen hebben gehaald. Let me see. Nee, niks. Ja, wel een aantal. Ja, ook een aantal. Maar er loopt er ook nog eentje. Even snel naar binnen komt. Oh, en nog een Archer. Mooi zo. We hebben nu in ieder geval een spinmannetje. Die is ook positief om te hebben natuurlijk. Gaan we met de rest van de coins even... een aantal bootonderdelen maken. We hebben de boot in ieder geval bijna klaar. Oh, hij is al klaar. Nice. Finishing touches. En laten we die ding even hier neerzetten. Mannetje met speer. Hallo. Oh ja, hij haalt nu volgens mij vis uit dit water hier. Dat is wel handig. Echt wel handig. Jij hebt niks. Oh, toch wel. Jij hebt ook wat. Oké. Dan moeten we nu eigenlijk even weer wat mensjes recruiten. Het begint weer hard te regenen. Ik weet ook niet hoe het met de bloedmoon hier zit. Volgens mij even een boulder statue. Oké, dus die worden knights. Degene die nu naar ons village lopen. Nou, als koninkrijk. Dat is natuurlijk altijd wel handig om het te hebben. Gaan we gewoon die portals aan de rechterkant. Gaan we dan even slopen. Of aan de linkerkant moet ik zeggen. Dan kunnen we dat allemaal voor elkaar krijgen. Want hoeveel eilanden zit hier eigenlijk? We hebben hier 2. Misschien nog 2. En 1. Ongeveer 5 eilanden. Nou ja, dat kan. Ik ga jou even weer wat geld geven. Oké, jij komt weer terug. Dat is mooi. Het begint ook alweer een beetje donker te worden. Waar kan ik er zoveel in gooien?
Of is het een soort van bank of zo voor je gems? Want je moet ze er namelijk ingooien en dan moet je ze weer uithalen met een andere coin. Zo, jullie hebben veel coins. Wat is dit? Oh, zo werkt die functie. Aha. Dus zo roep je ze naar mijn boot toe. Dat is een hele nice functie. Speer. Wait. Steek. 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 Oh my god. Die doet wel behoorlijk wat damage. Eén dit is dus een dood. Oké, dus dan hebben we nu ook een aantal mannekes hier. Dat is op zich wel positief om te hebben. Oké, jullie zijn knights. En hier zijn nog een aantal mannetjes. En de regen die stopt weer. Dus gaan we nu weer eventjes een aantal boogwandertjes halen, want die hebben we nu al even nodig aan de linkerkant vanwege dat er ook gewoon knights zijn en als we die portals moeten slopen, dan hebben we die wel nodig. Oh, en ik zit vol met geld. Rip. Coins heb je nodig. Oké, zo wel. Mooi. Oké, ja, die knights die staan hier buiten. Dus geef ik alvast een aantal coins, zodat ze meer van die klappen tegen kunnen houden. Oké, okay, jullie hebben niks meer nodig, dat is fijn. Maar dan vraag ik me even af, dat die bank met de kist voor de gems. Als je dan naar een ander eiland gaat en je, u zou zeggen die gems daarin te kunnen doen, zou het dan ook mogelijk zijn om ze er weer uit te halen op een ander eiland, of ik weet helemaal niet hoe dat zit eigenlijk. Oké, er gaan er nu een aantal naar links. Dat is mooi, want dan gaan hun die knights helpen. Dus dan gaan we de volgende dag gaan we dus even de portal aanvallen. Maar wacht, als ik dit nou eens een keer doe. Oh. Daar kan ik beter om een naar het volgende eiland toe gaan.
Nou, laten we dat maar doen dan. Oh nee, 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 nee. Even nog helemaal vol gooien met geld. Gewoon zoveel mogelijk dat ik mee kan nemen. Daar hebben we tenminste voor het volgende eind, dat hebben we tenminste al volgens mij aan beide kanten dan on the night staan. Dus dat is in ieder geval heel positief. Oké. Okay. Oké. Okay. Op naar het volgende eiland. Oh, ga je ook mee? Dat hier moet nu ook zelf meegaan. Dat is wel grappig. World Expand Defense. We hebben in 15 dagen dat. Oké. Volgende eiland dus. Oké, laten we alvast een klein beginnetje maken. Oh, hier heb je zo'n warhorse. Wat is dit dan? Dan regel ik even één archer en één knight. Of een knight, een builder. Oké. Okay. Maak ik hier ook alvast een bomen weg. Oké, okay. Verder kan niet. Ik ga nu even wat kistjes zoeken. Oké, okay, hier is een portal. Ik vind het wel fijn dat ze bij ieder eiland ook wat van die structures op de achtergrond hebben. Maakt het wel veel mooier. Is dat handig? Waarschijnlijk wel. Ja, deze is heel handig. Oké, daar is dus een cliff portal. Gaan we nu weer even terug. Dan gaan we zo dadelijk dan nog even de andere kant op. Maar deze hermit die ik nu hierop heb is dus super handig. Want ik kan dus mensen van deze kampjes kan die dus attracten met brood. Dus deze moet ik echt meenemen naar volgend eiland. Nou, hier hebben we een coins. Gaan wij mooi weer even aan de andere kant op.
Zo, die heeft veel coins. Dat zal dus betekenen dat we aan deze kant niet zo'n cliff portal moeten hebben. Oké, die gaat er weer af, dat is mooi. Oké, hier is weer een kampje. Oh, en een jumpkist. Nice. Meestal op de eerste dagen probeer ik altijd zoveel mogelijk van het eiland te exploren. Dat is altijd wel het verstandigste, want dan zijn er natuurlijk minder van die monstertjes die uit die portals komen. Dus dan heb je gewoon een hogere kans om te overleven. Hier zit hier van 3 portals of zo. En veel jumpkisten. Dit is een beetje apart, want hier heb ik geen mine. Dus ik kan niet zo zeggen van, oh, ik kan even een stenen structuur maken. Of gaat het toevallig nog mee naar het volgende eiland, of het vorige eiland waar we zaten. Als dat zo is, dan maakt dat wel weer makkelijker. Fuck. Nope, niet genoeg coins. Ja, ik kan deze gewoon nog blijven upgraden. Dat is nice. Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus weer verder met dit eiland. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.